Aquaponics is een teeltmethode die de kweek van vissen met de teelt van groenten op water combineert. Concreet komen de uitwerpselen van de vissen in het water terecht. Goedaardige bacteriën zetten die uitwerpselen om in natuurlijke meststoffen voor planten. Om zich met deze meststoffen te voeden, zuiveren de planten het water en geven het gezuiverd terug aan de vissen. Smart, toch? Om de ontwikkeling van de aquaponica sector te stimuleren heeft de Universiteit van Luik een groep specialisten samengebracht om het app Smart Aquaponics te ontwikkelen. De applicatie laat toe om toekomstige beoefenaars van aquaponics op te leiden op basis van een simulatiespel, een aquaponics systeem te ontwerpen en te simuleren die voldoet aan hun wensen, een operationeel aquaponics systeem van op afstand te volgen met behulp van sensoren. Smart Aquaponics past zich aan de meest mogelijke systemen aan en zal met de tijd performanter zijn door gebruikersgegevens te integreren. Met andere woorden, hoe meer gebruikers er zijn, hoe meer accuraat Smart Aquaponics zal zijn. Smart Aquaponics stimuleert lokale en duurzame voedselproductie en draagt zo bij tot de circulaire economie. Vanaf 2020 zal de applicatie en een online gids beschikbaar zijn.